Ik ben Teun Koopmeiners, aanvoerder van AZ Alkmaar. Dat je uiteindelijk dan op het veld mag staan in dat shirt is al prachtig. Maar dat je er ook nog eens met die band om je arm mag staan, dat maakt het wel extra bijzonder. Mijn eerste wedstrijd in het stadion was een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, die ze met 8-1 wonnen. Volgens mij was het ook de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Ik zat altijd met mijn opa vast in het stadion. Die had een seizoenskaart en dan mocht ik altijd mee, dus dat was fantastisch. Ik was heel vroeg in het stadion, die eerste keer. Ik wilde graag de warming-up zien, ik wilde alles zien wat er gebeurde. Ja, en dan kriebelde het als kind bij je dat je daar ooit hoopt te kunnen staan. En je bent zo met die wedstrijd bezig, met alles wat er gebeurt. Ja, dat was onwijs gaaf. Ik kan me nog herinneren, een mooie vrije trap die de kruising in vloog. Ja, dat bracht zoveel los bij mij als kind. Ja, dat je dan wel durft te gaan dromen. Ik denk dat ik redelijk vaak tegen mijn opa tijdens een wedstrijd heb gezegd van hoe graag ik daar ook zou willen staan. En dat ik wel ontelbaar veel keer tegen mijn opa heb gezegd hoe graag ik profvoetballer wil worden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij de plaatselijke club ben gaan voetballen. En dat je eigenlijk begint zoals iedere andere jongen bij de kabouters. Met je familie langs de kant. Ja, dat is waar ik altijd naar uitkeek op de zaterdag. Ik heb enorm veel FIFA gespeeld toen ik nog klein was. Dus dan heb ik FIFA 07 en zo allemaal voorbij nog zien komen. Ja, toen ik 10 jaar was, toen kwam AZ voor het eerst langs. Dat is heel spannend. Als kind droom je altijd om bij zo'n club te gaan spelen. Helemaal als je op die leeftijd bent. Ja, toen ik voor het eerst bij de club kwam, werd ik uitgenodigd om mee te trainen. Ik kwam toen bij het eerste jeugdelftal van de club. Ja, daar mag je dan mee trainen. Op een gegeven moment ga je toernooien meespelen. En gaan ze kijken of je goed genoeg bent om het volgend jaar bij de club te komen. Dus ja, ik was heel nauw betrokken bij AZ. Ik keek bijna elke thuiswedstrijd vanaf de tribune. En ja, dan op een gegeven moment krijg je dan bericht dat je zelf voor die club mag gaan spelen. En ja, dat is wel een jongensdroom. Nou, als je net binnenkomt, dan ben je nog heel erg voor het plezier aan het voetballen. Dan merk je ook wel dat het gaat om winnen, dat wil je altijd. Maar ja, het spelplezier overheerst enorm. Ik heb ook zeker tegenslagen gehad. Op mijn 16e had ik een jaar waarin ik minder speelde. En ja, dat kraagt enorm aan je helemaal als op die leeftijd. Dan wil je heel graag spelen en jezelf ook laten zien. Gelukkig is er vanuit mezelf altijd wel geweest dat ondanks dat ik hard moet blijven werken. En gelukkig heeft dat uiteindelijk wel de omslag gebracht dat ik wel weer ben gaan spelen. Toen ik voor het eerst hoorde dat ik bij de wedstrijdselectie zat, was het voor een oefenwedstrijd tegen Panathinaikos uit. Dus het was heel gaaf dat ik gelijk zo'n trip naar het buitenland mee mocht maken. Om de hele sfeer rond het eerste elftal te voelen. En dan mocht ik ook gelijk 30 minuten nog invallen. Dus ja, dat was heel bijzonder. Ik weet nog dat ik voor het eerst in betaald voetbal kwam en dat je dan ook op FIFA komt. Dat is wel heel grappig, want je speelt het spel al jaren en dat je dan opeens met je eigen poppetje kan spelen. Dat is best wel een gek gevoel. De mooiste momenten voor mij hier bij de club in het eerste elftal zijn uiteraard het debuut. Dat zijn momenten waar je als jeugdspeler zo lang naartoe hebt geleefd, dat je voor altijd bijstaat. Een ander hoogtepunt was uiteindelijk dat ik met de basisdebuut mocht maken met een doelpunt. Dat is eigenlijk voor mij het succesgevoel waarin al het harde werken vanuit een jeugd samenkwam. Eigenlijk waar mijn droom, waar ik altijd voor gewerkt had, dat die uitkwam. Dat je mocht scoren, dat het hele stadion uit zijn dak gaat en dat jij iets flikt. Ik weet nog dat ik met mijn ouders terug in de auto zat en zeiden, ik weet niet wat er met mijn opa aan de hand was, maar hij bleef stilzitten op zijn stoel, hij kon niet eens van zijn bank afkomen. En de tranen schoten over zijn wangen heen. Van nou, dit kan helemaal niet, dat mijn kleinzoon nu een doelpunt maakt waar ik al jarenlang fan van ben, zeg maar. Ik denk regelmatig aan de plek waar ik met mijn opa nog zat. Maar eigenlijk altijd wel als ik hier kom in het stadion om een wedstrijd te spelen, dan denk je toch nog wel aan van ja, daar zat ik als klein jochie nog.